gaan we heel met spanning even kijken natuurlijk van wat heeft Jeroen geleerd tijdens de eerste ronde. Wat gaat hij anders doen of zegt Jeroen zoals hij was en zoals hij is, was hij goed. Dezelfde kant van de baan, ook weer de rechterkant. Ah, Jeroen moet bij hebben. Hij knijnt. Hij kijkt tevreden. Kijk, en nu moet er getrokken worden. Een beetje spelen, zoeken naar de tractie. En ik denk hier maximaal eruit gehaald, 90 meter 72. Gaan we noteren achter die 100 meter die er al stonden. En zo te zien, de sleepwagen is verzwaard naar 10 meter, ja, de wieltjes omhoog. Dus 10 meter, ja, daar ligt de sleepvoet op de grond.